Als het aan de gemeente Alphen ligt, komt er een tweede brug over de Gouwe bij Boskoop. Die nieuwe brug zou moeten komen ter hoogte van de Halve Raak. De grote vraag is, hoe kijkt de provincie tegen zo'n miljoeneninvestering aan die voor het grootste gedeelte betaald moet worden door de provincie? Het antwoord is positief. Er moet gewoon een oeververbinding komen en dan inderdaad moet je dan de afweging maken, doorstroming verkeer, doorstroming scheepvaart, welke combinatie inderdaad het meest verstandige is. Maar dat er een moet komen, staat voor mij vast. Ik denk ook dat je op termijn echt moet naar een extra oeververbinding, dus daar voelen wij heel erg voor. En ook over een tunnel die misschien wel twee keer zo duur is dan de 40 tot 50 miljoen euro voor een brug kan gesproken worden. Dat komt omdat een tunnel, in tegenstelling tot een brug, de scheepvaart over de Gouwe niet hindert. Zo'n mega investering die je doet, moet je dan ook daadwerkelijk niet zien in 5 of 10 jaar, maar moet je zien in 100 jaar. En ik ga liever voor in 1 keer een forse prijs, maar wel een goede oplossing, waarvan we over 100 jaar bij wijze van spreken nog steeds zeggen, dat was een goed besluit. In de komende maanden laat de provincie Zuid-Holland onderzoek doen naar onder meer de aanleg van een nieuwe oeververbinding.